Hallo en welkom bij Garage Bakker. Mijn naam is Richard Brink en dit is een Renault Twingo 1500 DCI 85 pk in de uitvoering Collection. De kleur is bleu majorel en hij heeft witte afwerkingen, onder andere mistlampkappen, de wieldoppen, spirokapjes en de witte strijping aan de zijkant. En ook de witte achterspoiler. Dit was dus een 85 pk diesel, een 4-cilinder 1500 diesel. Maar wat nog indrukwekkender is aan die motor is dat hij een maximum koppel heeft van 200 Nm bij 1750 toeren. Dus dat maakt deze auto weegt 955 kilo. Dat maakt hem natuurlijk wel heel erg krachtig voor zo'n kleine auto. Ondanks dat is het verbruik op papier door de 1 op 30 en we horen in de praktijk dat zeker ver voorbij de 1 op 25 makkelijk te halen is. Dan de ruimte achter in de kofferbak. Is hier te zien, is uiteraard uit te breiden door de achterbank neer te klappen. Onder de mat achterin geen reservewiel, maar een pompset. Dus een noodreparatieset en daardoor ook wat extra opbergruimte. Als ik deze aan de kant doe, daar past nog een hoop extra dingen bij. Hier zit de pompset en hier zit een bus met noodvulling. Voor als er een iets groter gat in zit dan dat je met de bandenpomp op kan lossen. Dan de achterbank. Het is een driedeurs auto, maar doordat de stoel behoorlijk ver naar voren kan klappen, kun je toch redelijk fatsoenlijk achterin stappen. Het is een vierpersoonsauto, dus twee zitplaatsen achterin. In het voorportier de elektrische raambediening voor de beide voorramen en de spiegelverstelling, waar je dus de beide buitenspiegels elektrisch kan verstellen. Die buitenspiegels zijn ook verwarmd en die gaan mee met de achteruitverwarming. Als we verder kijken, uiteraard verlichtingshendels, klakson op de Franse plek en de mistlampen zijn de binnenstering. Onderaan dan koplamphoogteregeling, dashboarddimmer en de hoofdschakelaar voor de cruise control en de snelheidsbegrenzer. Die selecteer je hier of je de cruise control of de begrenzer gebruikt en voor de rest bedien je hem vanaf het stuur aan die twee knoppen. Als we dan plaats hebben genomen zien we door het stuur de toerenteller zitten. In het midden, centraal geplaatst, het dashboard van de auto, heel groot, de snelheid digitaal. Daaronder de kilometerstand, een van de sterke punten van deze auto. Die heeft natuurlijk voor een diesel nog heel weinig kilometers gereden. Het radiodisplay zit ook in het dashboard verwerkt met rechtsbovenin de buitentemperatuur en de klok. Daar, die hebben ze achteraf ingebouwd, zit nog een Parrot Car Kit, een CK3100 om hands-free te kunnen bellen. Hier hebben we het verwarmingsdisplay, knopje van de airconditioning, gewoon handbediende airco. Daaronder zit de radio, cd-speler, die heeft ook stuurbediening. Die kan dus hier van achter het stuur ook bediend worden met de hand aan het stuur. Voor de veiligheid is die ook te bedienen. En hij heeft nog een externe ingang, een AUX-aansluiting. Die zit daaronder, daar kun je dus een losse muziekspeler op aansluiten. Dit was even een korte samenvatting van deze auto. Als jullie vragen hebben, mail of bel me eventjes. En ook voor een vrijblijvende offerte aanvraag kun je uiteraard altijd even mailen. Graag tot ziens bij Garage Bakker.